Het hoofdstukje geld en dan gaat het vooral over het berekenen van BTW. Dat doen we aan de hand van procentrekenen. We gaan uit van 19% BTW in dit voorbeeld. Het bedrag exclusief, dus zonder BTW, is 75 euro. Wat moeten we weten? Het BTW-bedrag en uiteindelijk het bedrag inclusief BTW. Hoe rekenen we dat uit? Gebruiken we deze formule voor. We nemen straks het bedrag exclusief BTW, dat delen we door 100, keer 19, het percentage van de BTW, en dan hebben we het BTW-bedrag. Nou, wat is dat dan in dit voorbeeld? 75 euro delen door 100, keer 19%, en dan weten we dat het BTW-bedrag 14,25 euro is. Dat zie je hier ook. 75 zonder BTW, het BTW-bedrag, en als je dat natuurlijk bij elkaar optelt, dan heb je het bedrag inclusief BTW. Kan ook andersom, dus we weten het bedrag met BTW weten we al, maar we willen nu het bedrag exclusief zonder BTW weten. Dat zie je hier in het schema. Wat doe je dan? Dan deel je het bedrag inclusief BTW deel je door 119, omdat een bedrag inclusief BTW gaan we vanuit dat dat 100% plus 19% is, dus totaal 119%. En dan deel je dat, en dan doe je dat keer 100. Dus het bedrag zonder BTW is 100%. Nou, 199,95 delen door 119 keer 100 is 168,03 euro. Dit kun je ook in een tabel doen. Dat is misschien voor jou makkelijker. Dus we hebben het net met formule gedaan, maar het kan ook met een tabel. Dit is de tabel. In de eerste rij staan de procenten en in de tweede rij de euro's. Als tussenstap gebruiken we dan altijd 1. Nou, en je vult in wat je al weet. Wat weet je al? Je weet dat 325 euro, het bedrag zonder BTW, is 100%. En je wilt weten wat het bedrag inclusief BTW, dus 119% is. Dat gaan we uitrekenen met de tabel. Wat doe je? Om van 100 bij 1 te komen moet je delen door 100. Dus 100 gedeeld door 100... Dan heb je 1. En hoe kom je dan bij 119? Dat doe je dus door keer 119 te doen. Nou, wat moet je doen? Wat je aan de bovenkant doet, moet je ook aan de onderkant doen. Dus aan de onderkant doe je ook delen door 100 keer 119. En dan weten we dus het bedrag inclusief BTW. Dat zie je dus hier. Dus 325 deelt door 100 keer 119 kom je op 386,75 euro uit.